Good morning en welkom bij deze nieuwe vlog hier op YouTube. Ja, ik ben er weer. Ik had vorige week de hele week gevlogd. Echt super veel beeldmateriaal. Was niet super interessant trouwens, want ik was letterlijk elke dag thuis. En ik zat alleen maar gewoon dom te lullen tegen jullie. Maar het ging allemaal fout en met editen en dingen. Dus ik heb gewoon besloten. Weet je, ik doe het niet. Ik ga ze niet uploaden, want zo interessant was het niet. Nu zullen er vast mensen zijn, oh wat zonde, wat jammer, maar alles gaat fout met editen, met dit, met dat, allemaal ellende. Dus ik ga het nu even opnieuw proberen. Maar nu komen er hele leuke dingen aan, want ik heb vandaag een event van MAC Cosmetics voor de nieuwe concealer waarvoor ik ook op Ibiza was. Daar is nu het Nederland event van en ga ik voor die tijd met Britt, mijn manager, Pascal en Iris gaan wij lekker eten met z'n viertjes voordat we naar het event gaan. Dus dat is echt super leuk. Heel veel zin in. Morgen heb ik een fotoshoot. Vet leuk. Heel spontaan. Maar met Michiel van Mare, die heeft mij gevraagd. En Michiel van Mare is modellen scout. Dat. En Jor Jansen. En die heeft mij al een keer eerder vastgelegd voor Glam Cult Magazine. Zieke foto's. Niet normaal. Dus echt toen Michiel mij vroeg voor deze shoot en was van Jorre gaat schieten, was ik I will be there. Dus heel leuk. Ik mag helemaal mijn eigen styling, eigen make-up, alles zelf doen. Wat ik echt fucking vet vind. Want de shoot gaat over iedereen mag echt als zichzelf naar de shoot komen. En dan verder gaan. Nou, er zit helemaal een pluis aan mijn neus. Verder gaan zij alles doen. Dus dat is super leuk. Ik ga daar gewoon heen dit weekend. En donderdag heb ik nog 2 events staan in Amsterdam. Maar Pascal en ik twijfelen nog even of we gaan. Maar dat gaan we even zien. Weet je, dat zien we dan wel even. Vandaag wordt er in ieder geval een leuke dag. Dus ik neem jullie mee. Ik zit al de hele tijd gewoon te verdwalen op TikTok en Instagram Reels. Maar ik heb vanochtend. Toen lag ik nog op bed. Maar toen heb ik een Instagram-account gevonden. Want die kreeg ik doorgestuurd van een volger. En het heet Nextravaganza. Bij Vief. En zij maakt waanzinnige sieraden. Ik wilde het liefst dit. Met die, van alles. Was er uitverkocht. Maar ik heb alsnog een parel gevonden. Kijk, deze met Barba Papa. Wil je even normaal doen? Dus die heb ik bij haar aangevraagd en besteld. En ze heeft heel veel hysterische dingen. En ze had ook helemaal gevuld met badeenden. Ja, vond ik ook fantastisch. Maar ze heeft zoveel vette dingen. Er was nog iets wat ik ook echt heel tof vond. Maar die was ook volgens mij uitverkocht. Oh nee, die was er ook nog. Nou ja, kan ik altijd nog een keer kopen. Maar helemaal met een soort unicorns. Helemaal gekke extravaganza ook. Echt hysterisch heeft ze. Maar ze zit ook met allemaal wuppies en dingen eraan. Maar ja, ik ben dus nu een beetje verdwaald op Instagram en TikTok. En het is nu 9:30. Ik moet heel even kijken hoe laat ik welke trein neem. Want dan kan ik voor mezelf even kijken hoe laat ik klaarmaken en zo. Want ik wil sowieso om 4:30 de trein. Maar dan ben ik waarschijnlijk rond 5:00 in Amsterdam. Of ik het dan helemaal red om 6:30 bij het eetentje zijn, dat weet ik niet. Dus ik ga het al wel even checken vandaag. Oh my god, en nog iets. De Sparkle Sass van mijn. Auw, mijn oog. De Sparkle Sass van mijn Blitzby collectie is gewoon letterlijk uitverkocht. Ik kreeg gisteren een berichtje. Wat fucking ziek. Fucking ziek. Want ik heb natuurlijk mijn eigen collectie. Voor de mensen die het weten hoor, maar mijn eigen collectie. Het Blitzby. Gewoon 1 set is al helemaal uitverkocht. Dat is toch insane? Love it. Nou, hoe lang geleden is het? 2 maanden? Dat uitgekomen? Ja, ik vind dat toch heel snel hoor. Oké, jullie denken ze heeft een andere bruik. Ja, dat klopt. Ik ben even deze aan het installeren, want morgen heb ik een fotoshoot waar ik al over vertelde. Maar daar wil ik dus deze pruik op. En ik bedacht me ineens, ja, ik moet om 12:00 al op locatie in Amsterdam zijn. Dus ik ga het dan nooit redden om morgenochtend ook nog een pruik te installeren. Mijn make-up te doen, alles. Dus ik dacht, oké. Dus ik heb hem even gewassen en nu ga ik hem weer installeren. Helemaal prima. Ik heb genoeg tijd vandaag. Dus dat is top. Ondertussen Real Housewives of Dubai. Oh my god, my fave series ever. Maar ik ben al bijna doorheen. Ja, 2 seizoenen. Maar, oh,
smullen. Smullen. Alright, my makeup is done. I love it. Oh my god, it looks stunning. Ik heb daar even TikToks van gemaakt, dus daar heb ik niks gevlogd. Ik ga nu een video maken dat ik mijn outfit aan ga doen. En hier heb ik mijn outfit klaar liggen van wat ik aan wil doen. Is helemaal gezellig. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik heb helemaal goede energie. Maar ook vooral omdat ik gewoon met Brits, Pas, Ier, we gaan gewoon lekker eten. En daar heb ik ook heel veel zin in. We gaan lekker naar Italiaan. Vet lekker, dus ik heb er gewoon helemaal zin in en we gaan het gewoon zien hoe het allemaal gaat en hoe het weer is. En MAC is natuurlijk gewoon een van mijn favoriete merken ever, dus het wordt allemaal leuk. En ik ben gewoon oprecht heel enthousiast. Dat was lang geleden voor een event, dus... Ik had net weer iets. Ik ben op station, ik heb verder niet meer gefilmd, op een gegeven moment moest ik best wel haasten. Maar ben ik op station. Ik was aan het fietsen en wat heel slecht is, maar ik fiets bijna altijd met mijn telefoon in mijn hand. Ja, don't give a voorbeeld aan mij. Of neem een voorbeeld aan mij. Nou ja, ik ben gewoon heel moeilijk met mijn muziek en mijn playlist vind ik nooit leuk. Dus ik wil altijd doorspoelen met muziek, dus daarom heb ik altijd mijn telefoon in mijn hand. En soms zit ik ook stiekem een beetje te appen. Wil ik net een spraaknemer luisteren van Pascal, zie ik dat de handhaving naast me rijdt. En ik denk, nee. Nee, niks gebeurd. Ze hebben niks gedaan, want ik was daarna heel braaf. Mijn telefoon gewoon aan mijn stuur, heb mijn hand. Heel braaf. Nu weet ik alleen niet of handhavers ook boetes kunnen uitdelen. Dat weet ik niet, of alleen waarschuwingen, maar... Dankjewel, echt weer slim van mij. Maar nu was ik op de trein. Op de fiets met die wind was het toch een beetje frisser. Dus ik had even mijn jasje aan, maar ik heb hem nu toch weer uit, want ik vind het toch wel warm. Nu zit ik ook in zo'n broeikas hier op station, maar ik vind het altijd het chillste bankje. Dus we gaan naar Amsterdam. Want jij hebt het vraag gesteld of ik kan ze lopen, hè? Amsterdam, ik ben bij mij de poort uitgestapt. En ik moet nog 3 minuten lopen. Naar het restaurant. Het was 6 minuutjes en dan voelt het altijd heel lang. Is het natuurlijk helemaal niet. Oké. Okay. Dus het ene moment vet veel wind, is het fris. Andere moment staat die zon op je muila. Het is hartstikke warm. Maar ja, we moeten door, hè. Oh. Britt stond waarschijnlijk in de file met de Uber. En Pascal die is er al, dus... Allemaal weer lekker chaotisch zoals altijd. Ik eigenlijk wil geven hoor, nou, sorry. We gaan even lekker eten hoor mensen, hier jullie. Blindness door de reflectie van jouw ketting. Moet ik hem even afdoen? Nee, schat maar ja, aan, want van grip there's light. Kan ook even zo doen, zit hij ook dicht. Ik zit Iris te verblinden met mijn schoonheid. Een koelkast, dat soort dingen doet dus helemaal. Mijn koelkast helemaal reorganiseren. Ja, maar jij hebt ook zo'n heerlijk. Allemaal dat soort dingen. Ja. Ja. Ik vind het. Ik vind Pascal's huis gewoon doodeng. Maar ik heb echt Ik ben dus heel georganiseerd. Tot het moment dat ik haast heb of ergens heen moet. Ja, dan ligt. Maar dan letterlijk, dan ben ik echt niet goed. Dan, ja, maar dan ligt echt alles. Alles ligt vol. Ja. Ja. Oh, next. Nou, mijn leven. Nou, dan heb ik ook even over je dating life. Dan ben ik altijd benieuwd. Ja, dat is altijd. Ja. Die is er niet. Hoor. Ja, die is er niet. Ja, dus ja. Dan met die meisjes uiteindelijk niet. Nee, met die meisjes niet geworden. Nee. Oh, hoe is dat gegaan dan? Nou, dat is heel raar gegaan. Want oh, wat dan? Ze had me 2 keer afgezegd op een date. En de laatste was heel raar. Ja, de laatste was heel raar geweest. Dus dat laat ik dus even niet op vlog zitten. Ik had ook wel heel veel. Brit gaat lekker voor een concealer touch-up, een color match. Kan ze dat vertellen in die vlog? Oh! Met oren! Wat een mooie zoek! Oh nee, dat gaat niet. Ik lijk er zo uit. Oh, hier zijn we. Hallo! Ja, de concealer werkt daar heel goed. Ja, de concealer is prachtig, vooral bij Pascal. Kijk, ik heb wel een zieke glow. Ja! Ja, dat is helemaal onder handen genomen. Ja, het ziet er weer frisser vanuit de neus. Allemaal van MAC, hè? Studio Radiant. Oogschaduw ook van MAC. Oh, echt? Ja. Slecht hij net, wat een mooi hoor. Ja, dat ja, van MAC. Oh! Nee, zal ik de kleur raden? Ja, doe maar.
weet niet hoe die heet zeker. Ja, ik weet het. Als je het zegt, weet ik er al. Run. Nee, dat is het niet. Oh, nee, dit is helemaal geweten wat het is. Maar het is een hele moeilijke naam. Ja, het heeft meerdere woorden. Ja, dat dacht ik al. Nee, ga ik niet raden. Kijk even in het licht. Het is bruin met groen. Groen, bruin, warm, ja. Dat zei je net echt, maar het was iets met de I like it. Like. Oh, ja. Yeah. What was the name of my eyeshadow again? I like to watch. I like to watch. That one. Yeah, yeah. Oh. I like to watch. I like to watch. And we like to watch it, you, eh? Yes. Kijk, als ik zo beweeg, zie je het wel een beetje. Ja, prachtig, schat. Dit is het power spot van de volgende. Ik zit hier in de trein. En het was zo gezellig. Met Britt, Pascal, Iris. Het was echt fantastisch. Tijd van ons leven had zoveel leuke mensen. Ook weer even bij Mac gezien. Iedereen van Mac zelf natuurlijk. Maar ook de influencers die er waren, echt heel gezellig. Nu weer naar huis. Britt en ik hebben gerend voor de trein. Ik doe dat nooit. Als NS Sprinters had gezien. Nou, als het gaaf shot had. Dus ja, we gaan lekker naar huis. Morgen weer in Amsterdam. Moet ik om 12 uur zijn. Vind ik eigenlijk wel lekker. Dat ik gewoon in de ochtend dan on a run ben. En dan kan ik lekker in de middag gewoon lekker weer naar huis. Dus dat is top. En ja, dood. Het was weer helemaal hysterisch. Oh, het is zo warm. Dus ik zit helemaal in een soort synthetische auto natuurlijk. Ja, zoals altijd. Lekker praktisch weer, dankjewel. Maar het leven. Ik ben 10:45 thuis. Make-up eraf. Lekker bedje in. Morgen op tijd weer uit. Dus het leven gaat ineens weer helemaal door. Inmiddels ben ik weer thuis. En heb ik even mijn kapje op. Make-up is er weer af. Skincare is gedaan. Helemaal gaaf. Ik moet alleen nog even mijn lippen balsemen. Maar dat ligt hierachter. Wacht even. Ik ga lekker slapen. Het is nu 11:45. Voor mij eigenlijk heel laat. Terwijl voor superveel mensen gewoon een normale tijd, maar is goed. Morgen shoot in Amsterdam. Vet veel zin in. Ik ga even kijken hoe laat ik weg moet. Ik denk dat ik 9:30 de trein moet nemen. Dus ongeveer iets over 9:15 weg. Dus is op zich te overzien. Make-up moet ik dan helemaal gedaan hebben. Ik ga denk ik letterlijk in mijn trainingspak heen. Gewoon een grote trainings. Grote hoodie, grote trainingsbroek. Mij niet bellen, omdat ik twee helemaal extravagante looks moet shooten. Voor de fotoshoot. Dus dan denk ik, dan is het wel lekker om even comfy door het leven te gaan. Ik ga nu een beetje in. Ik ben even een YouTube video afkijken. Ga ik slapen. En morgen een nieuwe dag. Oeh. Oh my god. Ik ben helemaal aan het haasten. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik moet alleen nog mijn wimpers plakken. Maar dat doe ik even in de trein, want daar had ik echt geen zin en tijd meer voor. Mijn haar ga ik op locatie even stylen. Dus dat is nu messy. Ik heb letterlijk, wacht, de vet mattrui aan, mijn grijze trainingsbroek en mijn uks. Ja, ik ga zulke dramatische looks aandoen voor de shoot. Dus ja, ik had op zich niet heel veel zin om nog hele gekke dingen te gaan doen. Ik ben helemaal aan het haasten. Ook al heb ik nog 20 minuten, maar ik wil eigenlijk nog even snel koffie drinken. Dus ik heb al mijn spullen gepakt, denk ik. Oh, mijn ringen. Niet geheel onbelangrijk. Volgens mij is het echt heel koud buiten. Wat kan. Alleen, ik weet nu al dat als ik een jas aandoe, dat ik het warm heb. Nou ja, oké, ik ga hem opschieten, want anders heb ik al weer moeite. Ik ben zojuist door mijn moeder naar het station gewoon. Super lief, zeg maar. Sorry, ik ben twee vet grote tassen. Wat heb ik hier? Kijk, hier heb ik dus twee grote tassen staan. We zijn er weer. In ieder geval, net kwam er een meisje naar me toe op het Dalfse station. En ze zegt, ik zag je zitten en ik moet even zeggen, ik heb vanochtend een vlog gebinged. Echt fantastisch. Ik vind het zo. Oh my god, echt, I love it. Het maakt echt mijn dag weer zo goed. En ik assume dat ze dus uit Dalfse komt. Wat ik nog leuker vind, want honey, we're both from Dalfse City. Love that. Het is alleen weer zo druk in die trein. Het is nu 9:30. Maar ja, allemaal mensen moeten weer naar school en weer. Dat is logisch. Je moet gewoon nu ook werken. Maar sure. Dus ik hoop dat straks in de eerste klas in de Intercity wat rustiger is. Die wil naar de kiosk en weer te eten. Ik heb ook weten waar ik niet al weten natuurlijk. Maar ja, we gaan het zien. Ik heb even mijn Cookie Monster tasje, want ik moet mijn wimpers nog plakken. Echt weer zo typisch, maar we moeten door. Ik was er gewoon thuis, wat ik al vertelde, echt geen zin meer in. Dus ik ga dat nu maar even doen. Want ja, die must goed.
Even kijken, een schaartje die... Ondertussen ben ik even een TikTok aan het uploaden. Die heb ik even meteen geëdit en dat gaat nog even. Even aangekomen. Ik plak altijd wimpers van Shein. Dat vind ik echt de allerchillste wimpers ever. En je hebt echt super veel verschillende. Maar het bestel altijd gewoon random. Dus ik heb niet per se een soort magic lash dat ik jullie kan adviseren. Maar is goed. Vlogcamera. Oh, weer op de grond zitten? Ja. Hoe? De grond zal je zelf zo gaan zitten. Je mag tegen de muur leunen. Zullen we iets in de stijl van wat we voor Grab moeten gedaan hebben? Dus dat je... Die sleutjes heb je. Ja, zo. Maar dan dat je in plaats van echt contact is, dan meer sleutjes dan iets. Wat losser. Ja. Gewoon zo, dan ja. Mooi. Heel mooi. Dank je. Ja? Yes, thank you. Maar dit maakt zoals je wil. En heel erg per video, maar het is heel degelijk. Ik heb nu soms dat ik dat de zien dat ik eigenlijk ook wel plan voor iets weet eigenlijk wel anders. Ik blijf nog heel goed zo, ja. Ik heb dan met die rienstoppen. Oh, zo leuk! Ik heb hem ook gefotografeerd. Hij was dus wel een super fijne mooiste. Ja, zo leuk! Ja, want ik heb Rins toen sindsdien niet meer gezien ook. Maar het was zo gezellig. Ja, met ons tweeën. Ja, echt één. Ik heb mijn kloffie weer aan. Dus ik ga zo naar huis. En zit er weer op. Heerlijk. Dat was echt amazing. Oh, ik zit weer in de trein. Oh my god. Ik heb ook helemaal met mijn nagels mijn make-up eraf gehaald van voorhoofd. Okay. Ik zit weer in de trein. Ik heb een cola zero'tje. Ik moet even dingen gelezen zien. Moment. En dan ga ik weer lekker naar huis. Het was zo'n leuk shoot. Ziek leuke mensen erop tegengekomen. Ik ben ook helemaal door een ander model. Ben ik even afgezet bij het station. Even bij de metrohal. Echt vet lief. Maar, hoe heet het? Ja, dus dat was helemaal gezellig. Ik ga in de trein. Ik zie nu allemaal appjes. Ik ga er even op antwoorden. En ik spreek jullie. Ik heb gedoucht. Make-up eraf gehaald. Heb ik dat gefilmd? Ik weet het niet. I was done. Dus ik kijk nu video van ME. En ik heb een outfitje klaargelegd voor morgen. Ik denk dat doe ik alvast. En dan scheelt weer. En ik had inspiratie. Dus ik heb superleuk het hoedje. Mijn Queen oorbellen. Taar X Babs ketting. Dit soort wielrennen shirts van de kringloop. Essentieel Antwerp. JW Anderson. Vintage. ASOS Rocky. Panther panty van Swedish Stockings. En ik ga deze schoenen weer eens even aandoen. Oh my god. These are like my babies. Ik heb deze zoveel gedragen. Niet oké. Okay. Met SpongeBob sok. Want geel. En komt allemaal weer terug. Moeilijk. Er is natuurlijk een kans dat ik morgen denk. I don't know. I'm not sure. You know. Maar waarschijnlijk wel. Want ik ben moe. Ik ben helemaal weer gesloopt. 2 dagen Amsterdam. Ik ben weer even helemaal... Dus ik denk dat ik letterlijk voor 9:30 slaap. Geen grap. En morgen is er een nieuwe dag. We gaan naar BPR. Daar heb ik heel veel zin in. Want ME, waarvan de vlog nu is. Ja, die is er ook. Volgens mij met Leonie samen. Pascal en ik zijn er. En in de avond hebben we een event van Bijenkorf. Pascal en ik. Dus daar gaan we even heen. Dus ik heb er helemaal zin in. Ik ga nu lekker op mijn bed liggen. En jullie zien me morgen wel weer. Ik heb geen zin meer. Doei. Ik ben moe. Het is nu ochtend. Ik heb 11 uur geslapen, denk ik ongeveer. Ja. Ik sliep om 9 al. Ik was zo moe. En ik werd om 8 wakker. Ik had het nodig. Denk ik. Het was heerlijk. Ik hou van slaap. Ik heb sowieso überhaupt in het leven veel slaap nodig. Minimaal 8 uur. Anders ben ik gewoon niet zelfs persoon. Oh, mensen, ik ben wat aan het doen, hè? Ik had ineens een soort spontane ingeving. Ik dacht, ik wil mijn wenkbrauwen bleachen.
Dus daar ben ik een TikTok van aan het maken. Dus ik heb even huishoudfolie erop. En hopen dat het even werkt. Want over een uur en 20 minuten moet ik weg. Ik heb mijn haar al wel gedaan. Leuke sterretjes erin, ik weet wat ik aandoe. Maar daar moet ik nog even een TikTok van maken dat ik me aankleed. En misschien toch wel even iets van make-up op. Maar ja, we moeten door. Oh ja, dat klopt. Van mij moest je kleuren. Nu zijn ze paars, alsjeblieft. Hoe Pascal en ik met elkaar communiceren. Ze zijn nog niet licht genoeg, dus ik moet nog een ronde. Maar ja, prima. Oké, mijn huid is al lekker rood. Surprise, surprise. Maar ja, laten we voor de tweede ronde gaan. Ik ga dit weer even 10 minuten, kwartier of zo, denk ik, laten zitten en even kijken hoe het gaat. En dan gaan we het zien. Mag je deze ook mee naar Ibiza? Ja, doe je die. Ook gewoon echt, het is niet alsof ik heel veel tijd heb. Maar ja, ze moeten wel blond zijn. Anders is het niet raar. Oh my Gucci, oh my god. Ik wou een subtiele look. Nou, dat is gelukt, dankjewel. Ik ben zo aan het fucking haast. Ik heb nog 9 minuten. Of nou ja, 10 misschien. En dan moet ik echt wel op de fiets naar het station. Gelukkig had ik mijn hele outfit al uitgepland. Maar jezus, ik word zo moe van mezelf. Omdat ik het allemaal weer niet kan plannen. En ik dan weer per se die wenken moest bleachen. En dan is dat ook nog mislukt. En dan doe ik een make-up look. En dan dacht ik, ja, dan doe ik even een... Nou, hup, die rit. Dankjewel. Ik heb hier geen tijd voor. Uiteraard gebeurt dit dan, hè? Oh, volgens mij heb ik hem. Ja. Deze top zit nogal strak. Mijn goeie. Maar ja, ik heb dus echt nog maar een paar minuten. Ik moet helemaal... Ik heb nooit haast, mensen. Ik heb dat nooit. Stink ik nou? Nee. Ik wil het zeggen. Zou ook nog wat zijn. Als ik nu ook nog een pakket bezorgen hoor, dan krijg ik een Tia. Dan moet ik naar beneden rennen. Oh, I made it. I'm at the station. I'm on time. Gaat over een paar minuten. Oké. Maar ik kijk naar buiten, want het is echt helemaal grauw en een soort bijna mistig hier. Maar het is gewoon warm, hè? The fuck? Nou ja, we moeten door. Hallo! We zijn er weer. Pascal de Vormer is in de house. Kijk, deze bril. Gaaf, hè? Gaaf, hè? Oh, ze is een nieuwe fashion icoon. Haar los. Nieuwe broek aan. Ik moet wel zeggen, ik dacht vanmorgen wel. Dit vind ik nou fijne looks voor mij. Ja, maar dit is een lekkere look voor jou, schat. Het is minimalistisch, maar het is toch, het is daar. Het is daar. Ik vind iedereen de tas... was onder de indruk. De tas is goed, de broek is goed, de top is goed. Nou. I live. De punten kunnen ook iets worden. De Meridor. Beter dan groen. Nou, we nemen jullie mee. Nou, we gaan even lekker voor een koffie. Gaaf shot, hè? Ja, jij bent jaloers op dit shot. Ben je erg op ook gewoon niet zo gaan? Ja, dit is fantastisch. I love it. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Maar dat is bijvoorbeeld een huisparfum. Ik krijg helemaal leuk. Krijg ik een... het zijn geurstofjes, toch? Ja, het zijn geurstofjes. Die krijg ik helemaal gegraveerd. Love it. We hebben net allemaal dingen gehoord over het merk Davines. Echt super interessant. Nou, en ik kreeg helemaal een advies over mijn haar, omdat het nu natuurlijk begint te krullen. Dus ik krijg nu de Love Curl collectie thuis. En dan kan ik het helemaal gaan proberen en kijken of dat werkt voor mijn haar. Dus ben super leuk. We zijn al bij super veel dingen geweest. We gaan even buiten staan hoor. En Pascal is blij, net zoals altijd. Nee, ze gaan even buiten staan, even een watertje. Een vruchtwatertje. Ja, ze zijn net vruchtwater. Ze zijn net vruchtwater, plus een fruitwater. Weet je ook hoe het is om dat te hebben in je? Huh? Weet je ook eens hoe het is om dat te hebben in je? Oh ja, toch fijn hè? Het is toch nog een best wel mooie dag hier. Nou, dat maakt op buiten. Het even blij is. Ik vond de geurenuitleg oprecht heel interessant. Ja, maar waarom krijg je ze niet? Er staat een hele grote goodiebag nog voor ons klaar. Hè? Misschien zullen ze daarin moet. Zitten. Ik ga zo unboxen. Bij sushi lekker unboxen. Oh, zin in sushi, hè? Ja, cool. Lekker. Gezukken. Klaar hoor, mensen. We hebben heel veel spullen. Hallo. Maar we gaan nu zo even met Leonie en May gaan we sowieso even wat drinken. En misschien nog even sushi doen. Moet even kijken. Misschien gaan ze mee naar Bijkorf.
Ik moet even plus eentje regelen. Maar oh. Maar dat gaan we even zien. Helemaal leuk. Camera. Oh, lekker sushi. Waar is je camera? Ik draai camera uit, hè? Vergeten. Sushi. Lekker. Jij ook lekker. Lekker. Xavier komkommer. Die Japanse komkommer. Oh, yes. Dat vind ik gaaf. Ik en Pascal die hebben net even, of en met hem en Leonie ook, hebben we lekker gegeten, sushi. En nu moeten wij nog meer dan 2 uur trouwens. 9 uur begint, het is 7:15. We moeten dus wachten voor, hoe heet het? Oh ja, Bijenkorf event begint om 9 uur. Ja, oh, ik kan niet meer nadenken. Allemaal prikkels. Event van Bijenkorf begint om 9 uur. Dat is lang wachten nog, hè? En we hebben al heel rustig gegeten. Dus ik heb wel de hete twijfels of ik gewoon naar huis ga. Maar Pascal die wil wachten op de Bijenkorf. Ja, ik, ja. Maar ja, dan ben ik weer de persoon, oh, dan wacht ik al mee. Maar ja, hou niet van wachten. Lieve is... Oh, zaterdag ben ik ook al voor je, lief, hè? Echt een lieve meid. Dan mag je mijn lunch betalen. Oh, dan mag 11 voor betalen. Nee, Pascal die heeft zaterdag een meet and greet. Oh, kom een meet and greet, hè? Ja, de vlog komt denk ik later online in de meet and greet, maar is goed. Dat zeg ik bij de vlog. Ik zeg, ik kan het wel gaan vertellen, maar je. Ja, je hebt ze toch, nee. Maar Pascal die wilde liever niet alleen zijn, dus ik kom ook gezellig. Ik word gefilmd. Je wordt niet gefilmd. Ik maak een pik af van Lucas, maar hij is gewoon. Neem maar even met je mee dan. Oh, de kop dan. Ik ben die. Hij is gewoon een poepkutje. Ja, ben ik dat. Gooi het om, je bent de lul. Ja, ik zie het, gooi het, hè. Ik zal het niet. Maar wat bent u? Alleen weet, dan gaat het weg. Dat is echt goed. Moet je ook gek voor bellen. Queen. Dat is zijn Queen. Zo, oké, dat is een vrouw. Die heb ik geklapt. Sorry, ik heb geklapt. Nu ga ik weg, oké? Okay? Ja, doe maar. Ik ga weer, hè? Ik denk, ik ging maar op een gegeven moment filmen. En ik heb ik het opstaan. Ja, ze waren gaan het filmen en vervelende vragen stellen. Dus we zeiden al loop door, maar toen gingen ze, bleven ze staan. En nu neemt zij het even voor ons op. Maar... Nee, we kennen ze niet. Geen idee. Oh, dankjewel, hè. Ja. Gaat weer. Ik gewoon weg. Ik ben gekut. Sorry, ik moet weggaan. Waarom? Sorry, Nicolas. Moet weggaan. Anders moeten jullie de politie bellen. Nee, weer letterlijk. Ik heb echt een opvoeding gehad. Oh. Dat duurt dus ook weer lang. Kan geen einde. Nee, joh, schat, daar kan jij niks aan doen. Het is me heel irritant dat er ook geen gesprek mee te voeren valt. Dat je niet. Nee, maar dan. Van, je kan er echt niks mee. Welkom in ons leven hier op de vlog. Waarom is het niet uit? Nee, je hebt lekker iets erbij dan voor mij. Ik wil letterlijk net voor de vlog mijn beestje unboxen. En toen kwamen er 2 kinderen voor ons staan en toen vroeg. Ik vroeg eerst aan jou, mag ik vragen wat voor gender je bent? Ja, wat is je gender? Ik zeg ja. Ik ging er ook maar niet op in, want ik ga op dat soort nooit in de school. Ja, toen werd ik een beetje pissen. En het was echt een hele lieve persoon die heel lief. Ik weet niet waar ze nu is ook, nee, maar ze was ineens weg ook. Ze kon haar niet per se echt bedanken. Maar, heel lief, maar die sprong gewoon in en die is gewoon weggestuurd. Die is echt heel lang op ingegaan. En het lastige ook met vooral jonge kinderen, maar ook kinderen die met mensen die mentaal jong zijn.
dat ze dan de vast moet respecten. Je kan allemaal zeggen van ga weg of loop door. Je zegt ja, maar ik mag hier ook zijn. Dat is een openbare weg, ja, openbare weg. Ik ken de regels, de wet. Nou, alles wat ik dus wilde doen, toen straks weer lastgevallen werden, was dit. Ik heb nu de Instinct Toy. Je hebt het al helemaal opengemaakt. Ja, ik was helemaal ready. Maar toen in de ineens kwam van mijn schat. Misschien was hij ook verantwoord dat we weten hoe Henry bent. Oh, misschien kijkt hij mijn video's stiekem wel, hè, om te weten wat voor Henry die is. Maar ja, dit gaan we unboxen, slee. Dit zijn hele moeilijke poppetjes. En ik was, oh, is roze. Oh, ben nu al fan. Maar wel een cute. Het lijkt een beetje op die andere wel. Ja, maar dit heette ook iets van monster. Kijk. Wat een cute. Heel moeilijk. Die ze ook niet houdt. Nee, daarom. Love it. En die meid van de kassa die zei, oh ja, ik heb ze geknipt, want dan zei ze knap. Ik zeg, oh, maar ik hou van die moeilijke drugslook. Daar heb ik er twee van gekocht. Leuk, hè. Ik heb letterlijk niks meer gefilmd gisteren. Bij de Bijenkorf van het kerstevent. Wel, ik echt vet graag filmen en helemaal leuk. Maar toen had ik mijn tassen even van het vorige event afgeleverd. Zo van, joh, die kon ik even achterleggen. Dus dat had ik gedaan. Maar toen dacht ik, mijn camera zit in die tassen. En ik was al boven, dus ik denk, weet je, laat maar. Zijn ook niet super lang gebleven trouwens. Want zoveel tijd hadden we niet. Want ik moest weer met de trein. Want anders kwam ik weer niet thuis. Om gedoe. Ik ga mijn wenken even weer bleken. Blonderen. Ja. Oh, dan moet ik wel even een kwastje hebben of zo. Maar we hebben het wel echt super leuk gehad. Het event was echt fantastisch wel, dus dat was echt heel erg leuk. We hebben ook 2 kerstballen gekregen, helemaal enie. Ik ga nu mijn wenkbrauw dus weer even bleachen, maar ik moet heel even een kwastje pakken. Dus kijk even naar deze. And I can see your spark, and I think that you are funny, and you just got trapped into the Loreen thing. You know, who's responsible for this outfit? Me. De vlog ga ik trouwens vandaag proberen te editen. Ik moet alleen wel even nog zo'n campagne filmen. Daarom ben ik mijn wenkbrauwen nog er even aan het blonderen. Zodat ze er fresh uitzien. Maar ik wil dus vandaag proberen te editen. Dus ik hoop dat dat lukt. Ik ga het via de computer doen. Ik ga volgens mij Final Cut Pro moet ik downloaden. Dus dat ga ik allemaal eventjes kijken. Dus het komt er zeker aan. Ik heb al super veel vragen gekregen. Maar I'm working on it. En ik had een in. Het is zaterdag. En ik was eigenlijk helemaal niet per se van plan jullie mee te nemen. Maar als ik moet heel die andere vlog nog editen. Maar ik ga naar Pascal. Pascal heeft een meet and greet in Eindhoven met Elf Cosmetics. Superleuk. Dus ik ben erbij. Ik ga mee. Ik mental support, weet je. Ja, ik zeg liefie. Vind jij het prettig als ik erbij ben? Dus Pascal zegt ja. Ik zeg dan ben ik er. Dus het is nu 9:15 en ik zit in de trein van Zwolle nu naar Utrecht, van Utrecht naar Eindhoven. En dan gaan we het allemaal weer meemaken. People. Maar ik ben weer met Gooise Vrouw begonnen. Ja, sorry, ik wil het weer zien. Ik vind het enig. Dus dat is wat ik lekker ga kijken. En ga genieten. Daar is ze, Mark Visage. The one and only. Reunited. We wisten het niet eens. Surprise, surprise. We zijn hier dus nu bij Elle. In Eindhoven, hier is de school. Fijn. Ja, het is een beetje laat hè, want de vlog komt later online. Ja, wanneer komt ze nou? Mensen wachten allemaal. Ik wil morgen de hele dag gaan zitten en het allemaal regelen. Nou, dus volgende week komt ze dus een keer ergens hoor, de vlog. Voor 3 weken, alsjeblieft. Kijk hoe gezellig dit is. Dit is tot het einde. En hier ook helemaal zo gezellig. Oh, welkom bij deze mukbang. Nee, grapje. Ik zit nu bij de Bijenkorf, meet and greet is klaar. Wat hebben we gemiet, wat hebben we gegreet? Hallo! Pascal, heel hard. Wat vond je ervan? Je genoten? Ik vond het wel leuk. Het was een beetje ongemakkelijk. Ik heb wel echt een paar leuke mensen gezien, want de mensen die naar ons toe kwamen waren heel lief. Ja, echt heel. En verder was het gewoon wel prima. We waren er. Blij als jij er was. Ja, al die meiden die er en waren. En Mark, leuk. Mark was ook zo leuk dat Mark was. Echt met schat. En nu zit hij bij het Bijenkorf, want het zat er letterlijk naast. Dus ik zei al, zullen we daar lekker eten, zullen we daar even heen gaan. En nu zitten we lekker onze friet speciaal. Dit is zo lekker. Als je een keer bij de Bijenkorf komt in Utrecht en hier hebben ze die. Ja, dus in Amsterdam niet. Nee. Ja, Amsterdam is niet, maar de friet speciaal, oh lekker. Het is helemaal pittige saté. Mayo, frituurde uurtjes.
En het is lekker, lekker koud, buiten lekker kerstsfeer, hè? Het eerder dit online komt, is december. Ik zit weer op Utrecht Centraal, ik moest hier overstappen. Oskar en ik hebben samen net de trein genomen vanuit Eindhoven naar Utrecht, want dat was veel gezelliger natuurlijk. Maar nu moet ik wel iets tot 20, 25 minuten wachten. Maar het is prima, ik heb een bankje gevonden, ik heb plek. Ik ben nog even bij de Primark geweest, ook voor wat leuke dingetjes. Dus dat is ook echt helemaal chill. Dus ja, nu wachten we gewoon die aantal minuten. Komt helemaal goed, niks aan de hand. Dus helemaal lekker. Was zo gezellig natuurlijk samen met de passie gewoon. Nu ben ik ook wel gesloopt, moet ik zeggen. Pascal die was ook al helemaal dood, ik ook. Maar ja, vanavond, morgen hoef ik verder niks. Ja, morgen wil ik de vlog editen, maar... omdat gisteren heb ik zoveel gedaan. Dat was echt insane dat ik echt niks kon doen. En het was wat belangrijker dan de vlog, sorry. Maar het was een TikTok-campagne. Dus ja, dat gaat dan toch even voor. Het was deadline. Maar ik heb lekkere cozy dingen bij de Primark gekocht. En van Hello Kitty. Ik heb eigenlijk de badjas, maar ze hadden alleen maar maat S en XS. Ja, sorry, maar dat gaat niet, hè. Ik wil alles groot, groot, groot. We gaan even chillen. Ik heb wel bijna bevonden, moet ik zeggen. Weet jullie welke schoen ik aan heb? Ik heb deze heerlijke fluffy bondparels aan. Het zijn slippers van H&M Studio, maar ik kan je zeggen, het heeft niet steun. Maar ja, fashion before comfort, you know. All look good, I need to say. Ik had natuurlijk een zwart-witte outfit aan om Pascal te channelen. Ik dacht mijn inner Pascal, chill. Maar we gaan wachten en ik spreek jullie.